Burgemeester Abu Taleb, tientallen, mogelijk honderden Feyenoord supporters die toch naar die arena willen komen de woensdag. Dat zou gigantisch uit de hand kunnen lopen. Deelt u die vrees? Er is reden voor zorg als er vele Feyenoord supporters, overigens begrijp ik hele goedwillende supporters die ook gewoon van een leuke wedstrijd willen genieten naar Amsterdam afreizen. En dan in verkeerde vakken terechtkomen, daar zou daar gedonder van kunnen komen. Die zorg deel ik met Feyenoord, deel ik ook met mijn collega in Amsterdam, deel ik ook met de politiekorpsen in Amsterdam en in Rotterdam. En daarom is mijn advies, ga niet. Een soort vaderlijk advies aan die Feyenoord supporters van blijf nou gewoon thuis en verpest het niet. Nou, ga niet ook om voor jezelf ook vooral geen risico's te lopen en niet bijvoorbeeld je kind nog mee te nemen. Want ik hoor ook verhalen van mensen die misschien met kinderen naar Amsterdam willen afreizen. Er loopt een risico dat je aan de gate wordt tegengehouden. Want de Amsterdamse politie met steun van de Rotterdamse collega's zal geprepareerd zijn om Rotterdammers tegen te houden. Dus dat zal al een teleurstelling zijn. Dat kan frustraties opleveren. En mocht je toch door de controle heen glippen en toch naar binnen lopen, loop je het risico dat je in het verkeerde vak terechtkomt. Een verkeerd gebaar, een verkeerd manier brullen, op een verkeerd moment applaudisseren. En loop je het risico toch dat je iets overkomt. En dat is niet de moeite waard. Blijf thuis, kijk op tv. Ja, ik ben niet zo vaak moraliserend, maar in dit geval zeg ik, ga alsjeblieft niet. Blijf in Rotterdam, kijk tv. Met wat we nu weten, dus mogelijk tientallen of honderden supporters die toch naar die arena gaan. Zou u uw collega Van der Laan willen adviseren om die hele wedstrijd wellicht niet door te laten gaan komende woensdag? Collega Van der Laan is mans genoeg om zelf zijn eigen openbaar ordebeleid te voeren. Zo praten wij niet met elkaar, zeker niet vier camera's en microfoons. Als ik mijn collega iets te melden heb, dan bel ik hem zelf wel op. U gaat zelf woensdag ook niet stiekem een plekje ergens ondergedoken in de skybox? Als mijn supporters uit Rotterdam niet op een formele manier toegelaten zijn in de arena, blijft de Rotterdamse burgemeester thuis. Kijk tv. Dank u. En veel succes.